Heel vreemd. Dit wordt de derde uitzending over Sinterklaas, Zwarte Piet en andere buitenlanders. En ik had verwacht dat ze dit in de gaten hadden. Maar kennelijk niet. Ben ik dan de Zwarte Piet? Ik denk het wel. Ik heb een Macintosh. En die is, dat zeggen ze dan, hè, die is totaal overgenomen door de paus. En zijn joh, niet de paus zelf, maar de, waar de paus zo trots op is. Adolf Hitler, Jozef Stalin. Die waren nog meer de lievelingen van de paus. Winston Churchill. Heerlijk. En in die vent in Amerika, Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, een Nederlandse naam. Schande over die man. Wat een lul was dat, zeg. Maar nog steeds helemaal geen. Ja. Ik zit hier op te nemen. Dit is rete illegaal. Want ik heb het over Sinterklaas, Zwarte Piet en andere buitenlanders. Ik mag toch aannemen dat dit politiek incorrect is tot de macht Gochel. Maar er gebeurt helemaal niks, hè. Volgens mij moet de BTW omhoog. Als ze mij een keer gaan arresteren, wat denken die homo's wel niet? Ik ben pro-Zwarte Piet. Zonder meer. Ik vind dat blanke mensen het recht hebben om naar de zonnebank te gaan en eruit te gaan zien als Zwarte Piet. Ik vind dat het een basisrecht is. Nee, blanken moeten blank blijven. Wat? Ja, blanken moeten echt wat minder gaan doen, want wij hebben heel veel last van jullie. Snorrie hoor, maar eigenlijk die mensen die lopen te zeuren over Zwarte Piet, die komen niet uit de Scandinavië. Nee, dat zijn ook geen Finnen. Nee. Het zijn geen Estonianen. Estland. Heet dat Estland. Ja? Nee. Het zijn ook geen Polen. Nee. Nee, wie lopen erover te zeuren? Ja, stel ik je bruinhoos. Waarom? Ja, wij voelen ons beledigd. Wij kwamen hier naartoe als, ja, sommigen van ons economisch, maar voor de rest echt op de vlucht. Ja, dus nu zijn we hier. Wat een stom feest. Wij voelen ons beledigd. Dus blanke mensen mogen zichzelf niet een kleurtje geven. Ja, dat vind ik. Het hebben van een kleurtje, dat is copyright. En dat je na gaat doen. Het, ja, wij zijn ook tegen Michael Jackson hoor, dat hij blanker wilde worden. En daar zijn we ook op tegen. Maar we houden er niet van dat blanke mensen in, ja, op vakantie gaan en dan bruin worden. Of naar de zonnebank gaan, dat is nog erger. Want dan kunnen ze elke week. En dat kost ook heel veel CO2. En wij zijn erop tegen dat blanke mensen moeten blank blijven. Ja, aan de ene kant begrijp ik het. Aan de andere kant vind ik het hartstikke lekker om soms in de zon te gaan zitten. En dan raak ik helemaal verbrand, heet dat dan. Dat vind ik hartstikke lekker, man. Dan word je doodmoe van. En inderdaad, na een paar weken is het weg, hoor.
Dat is ook met die Zwarte Pieter, by the way. Hè? Dus, die Zwarte Pieter, de laatste telling hier in Arnhem, dit zuig ik uit mijn duimen. Maar de laatste telling hier in Arnhem was dat van de Zwarte Pieter zijn het meer dan de helft meisjes. Die de kinderen schrik aan gaan jagen. Met hun witte tanden. Ja, weet je het gek, hè? Je gezicht maak je roetzwart. Je mond superveel lipstick. Laat je tanden zien en die kinderen... En jij hebt de pepernoten. Jezus, en dat mag dan niet. Maar er is helemaal geen enkele reactie van de overheid. Kennelijk denken ze dat ik maar zoveel YouTube-kijkers heb. Terwijl ik zeker weet dat ze zitten mijn kijkersaantallen af te knijpen om mij te ontmoedigen om door te gaan. Ja, ik ben een echte conspiracy-theorist hoor. Jij maffe man, Zwarte Piet. Wie houdt van hem? Ja, ik niet. Ik zou hem graag willen spelen, dat wel. Kinderen de stuipen op het lijf jagen. En pepernoten geven. Wat ik wel vind... ging ik met mijn dochter dan. Zij wilde dan pepernoten. Ik zei, oh, dat is goed meisje. Tering koud natuurlijk. En dat is echt alleen maar pepernoten. Toen dacht ik, ja, maar vroeger hadden wij tussen de pepernoten van die hartjes met I love you of zo erop. Dat is suikergoed. Dat is alleen maar pepernoot nog. En geen suikergoed. Dat vind ik minder. En wat kost dat nou, dat suikergoed? Ja, dat mag dan weer niet van de communistische pauselijke overheid of zo. Krijgen die kinderen gaatjes in de tanden, wat helemaal niet waar is, maar... Weer een heel ander verhaal. Ja, laat ons lekker, laat ons met rust. Al die buitenlanders die hier komen. Wij uitkering wil, leuk baan en lief geld. En ik heb ook een beetje, ik wil neuken. Oh, yep. Ja, ze zijn er. Ze zijn niet weg te krijgen hoor. Die zitten hier voorlopig nog wel. Ze worden allemaal ziek. Ze krijgen osteoporose of zo. Ze weten niks van geneeskunde. Dus die hollen naar het ziekenhuis, want dat is gratis. Ja. Het ziekenhuis is een locatie waar je alleen naartoe gaat als je over een uitstekende gezondheid beschikt. Op bezoek gaan in het ziekenhuis, dat is weldadig voor jouw lichaam. Moet je een keer doen, man. Terminale kankerpatiënten bezoeken. Als je dan naar buiten loopt, dan denk je... Halleluja, prijs de Heer. Lekker frikandelletje eten bij de Febo. En die buitenlanders die gaan en masse naar het ziekenhuis. Die worden helemaal gek geluld. Ja, we krijgen u adribozeen. En dan moet u één pil eten voor het ontbijt. En één pil eten na het avondeten. Dan zijn die buitenlanders helemaal in de war van. Ja, voor het ontbijt op de nuchtere maag één. En dan na het avondeten. En u mag koffie drinken. En dan die tweede. Maar die heeft een andere kleur. Ziet u dat? De groene pil voor het ontbijt. En de rode pil na het avondeten. En daarna
hooguit nog een glaasje gekookte melk. Maar niet overdreven. En die arme buitenlanders, die klampen zich daaraan vast. Die denken dat ze op bezoek zijn bij dokter Mengele in Auschwitz. Wat ze ook zijn, maar ze hebben het niet in de gaten. Hoe meer ik erover nadenk, des te meer medelijden ik krijg met die buitenlanders. Terwijl het met ons binnenlanders, nou nee, is het nooit fout, maar ons Nederlanders, dan gaat het ook helemaal op. Ik weet momenteel niet met wie ik het meeste medelijden moet hebben. Met die lui uit Syrië of Koerdistan of whatever. Of Jan van der Hoop uit Heer Hugo Waard. Die terecht tegen mij kan zeggen van ja, Perry, ik kan Nederlands, ik kan Engels, ik kan Duits. Maar de mensen in mijn omgeving, die spreken Turks, die spreken Koerdisch, die spreken Arabisch, die spreken Spaans, die spreken Chinees. Perry, hoe moet ik dat op gaan lossen? Zou ik tegen die jongens zeggen, afslachten die lui. Dat is een grapje. Dat is cynisch satirisch of zo. Gewoon een uitdrukking van mijn hopeloosheid. Dit redden we niet, man. We schaffen dat helemaal gar niet. Nederland is voorbij. Al die buitenlanders gaan aan een uitkering. Dan komt de overheid erachter dat de enige belasting die ze nog terugkrijgen, dat was de... Dat is ook het failliet geweest van de Sovjet-Unie, ja. De USSR. United Socialist Soviet. En R. Daar kwamen ze erachter dat de inkomsten van de Belastingdienst, de enige die nog belasting betaalde, dat waren de ambtenaren. Ja, dan is het feest voorbij. Homo. En een ambtenaar, jij bent de heerser. En dan heb je een hele bak met poen. En die betaal je aan je ambtenaren. En die ambtenaren moeten belasting betalen. De BTW, loonbelasting, ziekenfondsbelasting. Ja. Maar als die ambtenaren dan al die belasting betalen, dan krijg je die briefjes terug die je zelf hebt gedrukt. Ja. Dus je stuurt iemand een brief en even later geeft die persoon, alsjeblieft, hier heb jij je brief terug. Dat is geen business. En zo gaat Nederland ook naar de kloten. Dat hele staatssysteem van ons, dat stelt er helemaal niks voor. Beetje belasting lopen heffen. En dan bommen gooien op Irak. Brrr. Iedere Syriër, Koerd, maakt me niet uit waar die vandaan komt. Die krijgt in vijf talen aangeboden de boodschap op zijn Nederlands. Een waarschuwing. U nadert het gebied wat uw dood zal begeleiden. Meld u zo snel mogelijk bij dokter Mengele. Als je leven wil zijn, dan mag je je werken tot de dood. Voor de rest oprotten. Ik ben hier geboren, dus ja, ik kan er toch niks aan doen. Ik weet het spelletje inmiddels en ik denk, laat ik niet zeggen wat ik denk. Maar ik ben Nederlander. Ik zou er tegen moeten kunnen, want dit is mijn thuisland. Mijn multiculturele Nederlands. Met Hollanders en Texelianen en was ook weer Vlielanders. En dan Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. En niet te vergeten, Engelsman Plaat. En dan kom je te dicht bij Duitsland. Dus dan moet je gaan oppassen.
Want dan gaan ze weer anders lopen kletsen. Grapje natuurlijk. Hè. Ja, ik ben hier geboren, mijn land. Klaar. En ik ben oud geworden, vind ik hoor. 59. Ik vind het prima leeftijd. Erg blij mee. Ik weet niet hoe oud ik ga worden. En ik weet ook niet eens of ik wel in Nederland zou sterven. Dus misschien ga ik wel pleiten. Spanje of zo. De Spaans heb ik geleerd in no time. Hoor. Dus, niet moeilijk. Ik heb een Chileense vriend. Nelson heet die. Die heeft mijn laatste... een paar maanden terug. Toen gaf hij mij een beetje Spaanse les. Ik had toen net gekeken naar die serie van Pablo Emilio... Escobar Gaviria. Engelse ondertitels en dan het Spaans. En dan het ding op pauze. Dat is een taalkursus, hè? Het ding op pauze. En dan de translate.google. Oh, dat. Oké, okay, ja, ik snap het. Ja, Spaans is het beste doen. Leer je wel. Als Nederlander. Duits ook hoor. En die buitenlanders die hier naartoe komen, ja, die kunnen hele gaar niks hoor. Die lullen hun eigen koeterwaals en voor de rest is het steenkool Engels. Dat is een probleem hoor. Die taalbarrière. Wij kunnen niet al die talen gaan leren van Hully. Dat is belachelijk. Dat mogen ze van ons niet verwachten. Ik weet dat hallo op zijn Chinees of Mandarijn, Mandarijns, dat dat een ni hao is. Ja, dat is toch leuk. Maar moet ik Chinees gaan leren? En die karakters leren schrijven? En waarom? We hebben het alfabet. We hebben Engels. We hebben Duits. Noors is ook een hele mooie taal. Kan je bijna direct verstaan, hè? Noors is niet moeilijk, hoor. Voor een Nederlander, hè? Zo in de gaten. Deens is denk ik ook geen probleem. Fins, dat is moeilijk. Hongaars ook. Ja. Wij Nederlanders zijn heel multicultureel. We zijn het lievelingetje van God. In onze talenten die geschonken zijn. Het probleem is dat als je talenten hebt en je gebruikt ze niet... Dat is volgens Christus geen goed idee. Zalig zijn de armen van geest. Je talent moet je gebruiken. Je talent is een juk. Kennen jullie dat woord? Een juk. Dat deden ze bij ossen, gecastreerde stieren. Ze zijn ook wel lelijk, hè? Gemeen hoor. Gecastreerde stieren. Van die makke stieren. Wow, mijn ballen zijn eraf. Nou, ik heb te eten. Ja, nageslacht zit er niet in. Ja, laat ik maar lopen. Je had een juk. Een stuk hout om mijn nek en... Kaarderachtig. Zo'n blije boer. Je talent is een juk.
En er is Nederlands talent. Niet zo heel zichtbaar, maar het is toch. Je hebt een Nederlandse filosoof en die heette, die is dood. Aan het begin van de 20e eeuw. En zijn officiële naam is Gerardus Heijmans. H-E, lange I. Een mans. Geboren in Groningen, in een klein dorpje. Groningen was toen. Groningen is ook katholiek geweest, by the way. Ja, die katholieken die kwamen terug in de 19e eeuw. Er is zelfs nog in Groningen carnaval gevierd. Vond ik erg gek. Dat is onze grote filosoof. In de Bijbel, de 10 geboden van Mozes. Ik vind het echt mooie taal. En dan is het eerste gebod is, I am the Lord thy God. Het gaat over één. Zo begint Mozes, die Jood. En Gerardus Heijmans heeft moet je dat zeggen? Punt 1, het is rete ingewikkeld. Ik ga het niet voorlezen. Nee, dat doe ik niet. Hij bewijst het niet. Wat Gerardus Heijmans heeft gedaan, is dat hij alle mogelijkheden tot het betwisten van het eerste gebod van Mozes, namelijk dat er meerdere goden zijn, alle mogelijke ontsnappingsroutes van zielig zeurende leugenaars zoals Bertrand Russell. Goed boek. Alle wegen afgesneden. Ja. Zijn conclusie, ik heb nu alle mogelijke wegen tot de ontsnapping van het eerste gebod van Mozes. Die heb ik afgesloten, of niet? Weet je nog een andere weg? Nou, You Believe Me, dat heeft Gerardus Heijmans heel mooi uitgeschreven. Totaal correct. In het Duits, overigens. Het is later vertaald in het Nederlands. En die heb ik hier. €155 is die van jou. Met aantekeningen van mij erbij. Vraagteken, onderstrepen. Een mooi beduimeld boekje. Inleiding in de metafysica. Dat je even weet dat de frase God bestaat, dat gaat niet gaan. Er is één God. Dus bestaat hij. Dat loopt hij niet in de rondte. Er is geen beeld van hem. Dat is een mooi logisch werk. Dat zijn wij Nederlanders. En niemand weet ervan. Ja, niemand. We hebben het wel. Het is een prachtig klein boekje. Oké, €355. Ik wil het niet kwijt. Oh, dat zou ook leuk zijn voor mijn begrafenis. Dingen uitvaart of zo.
dat mensen dan geld doneren voor lekkere ingrediënten. En dan krijgen ze boeken naar keuze. Een groot feest bij mijn uitvaart. Yep. Wij Nederlanders hebben trots te zijn. Wij kennen onze filosofen niet. Gerardus Heijmans, dat wordt niet verteld. Niet op de scholen. Je kan het vinden op Wikipedia en die Einführung in der Metaphysik. Ja, ook de Nederlandse vertaling, het wordt niet uitgelegd. Wij worden dom gehouden. En er wordt tegen ons gezegd dat wij nog nooit een filosoof geleverd hebben. Nou, Gerardus Heijmans. Hoppakee. Max Euwe was een schaker. Wie heb je nog meer? Jan Timman, een Nederlander. Vluchtelingenland waren wij ooit. Daar zijn we nog steeds. Alleen nu hebben wij economische vluchtelingen ook. Dat zijn lui die komen hier wonen en die willen wijven neuken en patat vreten. Niet waardig om te barbecuen. Die moet in de normale boerderij. Verse vliegen erbij. Strontvolle. Niet allemaal natuurlijk. Dat is helemaal niet waar. Maar ze zitten ertussen. Ergerlijke sujetten. Een grote bek, man. Ik was gisternacht. Na die ongelofelijke champignonnen. Vakantie. Jezus, wat een goede champignonnen waren dat, zeg. Ja, de truffels. Met het hallucinogene. Ja, je gaat er helemaal van. Ja, je hebt het niet in de gaten. Behalve als je op de klok kijkt. Dat je denkt van wat? Is het nog niet morgen? Nee, het was nog steeds 's avonds. Hoe kan dat nou? Ik dacht dat het morgen was. Die buitenlandse mensen hier, dat gaat niet goed. We kunnen ze geen Nederlands leren. Dat zit er niet meer in. Nou, onze overheid heeft die mensen hier naartoe gehaald. Begeleid met die. Dat smerige spelletje. Met NGO's. En, oh, en die negers zijn zielig. Ik zou niet weten waarom een neger zieliger is dan ik. Ze zegt niet weten. Hoezo? Ik ben christen dan, hè? Dat is verder geen probleem voor mij dan, hè? Ik heb er geen probleem mee dat ik een christen ben. Nou, dan heb ik een man en die is satanist. Hij is ook nog 20 jaar jonger dan ik. Zo. Erg populair bij de meisjes. Denk ik. En die wint met schaken. Het is heel vervelend hoor. Ik moet 7 keer tegen hem schaken om 1 keer te winnen. Ja, dan vergaat je de lust in het schaken wel. Hè? Ik kan hem wel wurgen, man. Oh, en laatst zat hij mij te treiteren. Hij opende met... Hij had witte. Hij opende met A2, A4...
naast mij zat Sandra, en dat is een volbloed Surinaamse. En die kan koken, jongen. Wauw. Een goede sambal kan ze maken. Allemaal toeval dat ik... Ik was ergens, we waren aan het repeteren, een beetje muziek maken. En dan komt zij binnen wandelen. Allemaal €3 geven. Dat is allemaal geen probleem. Lekker, jongen. En Sandra had toen nog tegen mij gezegd van pas op, die sambal is heet. Ik zei, mooi zo. Aanvallen. Aanvallen. Maar Sandra en ik, wij mogen elkaar. En Sandra zei tegen mij, nou, ze zitten jou te plagen. Wind je niet op. Yeah. Ik heb ook nog gevoel... Oh, het is erg te erg voor woorden. Oh, ik stond voor... Ik had die klootzak moeten pakken met zijn A2, A4. Zo'n kleuterset. Oh, wat heb je. Dus ben ik niet zielig? Nou, ik dacht het van wel. Al die mensen die lopen te beweren van ja, je drinkt te veel alcohol. Ja, wat is dat nou weer? Dat is mijn eeuwige marteling of zo. Ik ben zielig. Ik wil een uitkering en ik wil ergens lekker zonneschijn en tomaten kweken. En de helft van mijn oogst krijg jij een lekker vrouwtje erbij. Een gouden tanden. Hey, die economische buitenlanders, flikker op. Serieus hoor, ga weg. Ga alsjeblieft naar huis, man. Ga je moeder pesten. Dat zeiden wij vroeger hier in Bovenkerk. Ga je moeder pesten. Flikker op. Ja, maar we zijn hier op instigatie van de katholieke kerk. De katholieke kerk, er zijn een stelletje Babyloniërs. Wat er van overgebleven is. Een stelletje sukkelhomo's. Of kuthomo's. En wat doe je hier als buitenlander? Je kan echt beter naar Turkije. Huh. Je bent een Marokkaan en je wil een beetje Marokkaans waardig bestaan. Ja, ga naar Turkije. Hebben ze ook geiten? Of rot op naar Koerdistan. Blijf weg uit Nederland. Want hier gaat de battle plaatsvinden. Er wordt een ongelofelijke puinhoop. Dat voorspel ik. De kans dat er witte ridders op gaan staan, die dan heel stoer vooraan gaan staan en als eerste, net als een SS-commandant, ten strijde gaat, zo'n leider voorop, nee, is dat er niet. Nee, dat zie ik niet, man. Bij die buitenlanders moet je ook zeggen van, pas op, u nadert het land waarin Johan Oldekamp ongelofelijke uitkraamt. Lang leven Johan Oldekamp. Jezus van allemaal. In de slechte zin van het woord. Op zijn Brabants. Wat is dat nou, man? Je moet echt iedereen een IQ-test afnemen. Heb je een IQ van 76, dat ze dan gaan fronsen en zeggen van nou, we hebben ook een regio in België gehuurd. En daar mag je aardappelen gaan schillen. Daar maken we lekkere patatten van.
Zo'n Belgisch werkkamp, maar dan wel gezellig. Hè? Belgen zijn gezellig. Daar even verblijven. Leer wat Vlaams. Een beetje. En dan langzaam omhoog gaan kruipen. Uiteindelijk beland je dan bij Schiermonnikoog. En dan ga je lekker op Schiermonnikoog ga je wonen. Natuurlijk. Maar onderaan beginnen. Noord-Frankrijk. Waarom niet? Maar die mensen hier in Nederland dumpen van kaboom. Nee, dat is niet goed voor die mensen. Daarom heb ik medelijden met buitenlanders. Het is niet goed voor ze. Je hebt die stevige klootzakken. Ja, die Surinamers. Oh, dat gaat allemaal prima. En die Indonesiërs. Oh, dat gaat allemaal prima. Maar dat waren onze kroongebieden. Die Molukkers, dat gaat ook goed hoor. Dat zijn recht aardige mensen. En de rest, uit Syrië, ja, ik weet niet wat je daar. Wat moet ik met Syrië? Wat maakt mij het uit, man? Ja, maar die Syriërs, die zijn zielig. Oh ja, joh. En waarom dan? Nou, dat komt vanwege Assad. Ja, Assad is toch van de Baath-partij? Of niet? Assad is een katholiek. Dus, Saddam Hussein van Irak, die was ook van de Baath-partij. Baath of zo. Ik snap niet wat die Syriërs hier doen. Geen flauw idee. Ik weet het echt niet. Wat hebben ze hier te zoeken? Ja, we zijn op de vlucht voor Assad. Maar Assad is ook een beetje een piemelino hoor. Hij mergelt de regio uit en hij werkt samen met de paus. En Saddam Hussein is trouwens helemaal niet vermoord. Die woont ergens in Zuid-Amerika. De hele ophanging van Saddam Hussein, dat ziet er iets te geregisseerd uit. Moet je wel een beetje naar films kijken. Dus dan ga je eerst Stanley Kubrick kijken. Die perfecte regie. En dan zie je de regie. Heel veel mensen als ze naar een film kijken, dan kijken ze naar, weet ik van wat, in een toverdoos of zo. Wow, ik krijg helemaal emotioneel gedingest. Ja, dat is mooi. Dat is een mooie film dus. En nu nog een keer kijken naar die film, hoe die gespeeld wordt. Wat doen de acteurs? Wat doet de regisseur? Wat doet de lichtman? En de locatieverantwoordelijke. Wat is de locatie? Stanley Kubrick. Goede locaties. Goede regie. Als je die kunst onder ogen ziet. Dan kijk nog eens naar de gedoe met Saddam Hussein. Eén groot toneelstuk. Saddam Hussein die zit ergens in Zuid-Amerika, in Paraguay of zo.
Al die buitenlanders hier. En dan moet je dat die buitenlanders gaan uitleggen. Meer. Ze zijn een blok aan ons been. We hebben al genoeg voor onze kloten gehad. Die economische crisis, het interbellum, het tijdperk tussen de twee oorlogen. Het heeft er hard ingehakt, jongen. En toen kwam die katholieke meuk, die kwam binnendenderen met hun die katholieke symbolen, zoals het hakenkruis. Oh, idioterie. De hongerwinter kregen we eroverheen. En toen werden wij geacht om orde op zaken te stellen in Indonesië met de politionele acties. En een politie, dat heeft refereert aan het woord polite. En dat betekent beleefd. Dus wij gingen beleefd doen, verplicht, in Indonesië. Want we hadden geleerd van die katholieke overheersing hier in Nederland hoe het moet om mensen echt met een laars in de modder te trappen op hun kop. En dan nu al die buitenlanders naar ons toe. Ja, we hebben er genoeg van. We hebben ook nog die watersnoodramp gehad. En waar waren die buitenlanders toen? Hadden die hulp ook helemaal niet nodig, hoor. Dat konden we zelf wel regelen. Polen hebben nog geholpen. Britten een beetje. Zo. Ik weet het niet precies. Het meeste werk hebben wij gedaan. Die watersnoodramp, daar kan je mij niet gaan vertellen dat ze daar in Somalië depressief van zijn geworden. Dat was ons probleem, hebben wij zelf opgelost. En ook die Marokkanen die beweren van ja, het was mijn grootvader die de afsluitdijk heeft aangelegd. Dan moet je zo'n Marokkaan gaan uitleggen dat de afsluitdijk is aangelegd voor de Tweede Wereldoorlog. Dus dat was zijn opa, overgrootopa, die was er helemaal niet in het Nederlands. En dan worden ze boos, jongen, die Marokkanen. Jij beledigt mij. Jij gaat mij vertellen dat mijn opa, overgrootopa, er niet was erbij. Wij hebben Nederland opgebouwd en nu is het van ons. En waar zijn die blondines om ze te neuken? Tuig is het. Ik bedoel het vrolijk, hoor. Ik heb het over Sinterklaas, Zwarte Piet en andere buitenlanders. Er zijn bepaalde hele vreemde buitenlanders. Niet dat alle Nederlanders zo binnenlands zijn, want er zitten ook eikels tussen. Maar die buitenlanders kunnen er ook wat van, hoor. Vooral die jeugd. Dat is een beetje iets van zorgelijk, denk ik. Eventjes zo door. Niet allemaal, hè. Er zijn genoeg buitenlanders die binnenlander zijn. Er zijn buitenlanders die meer binnenlands zijn dan een gemiddelde Nederlander. Ja, zo heb ik het goed gezegd. De Nederlandse afkomst. Joris Driehoek uit Vlaanderen. Dat is ook wel leuk. Eigenlijk moet ik, hoe moet ik nou zeggen? Maar ik weet dat Nederlandse jongens, die zijn moeilijker te beledigen. Die lachen je uit. Daar hebben die buitenlanders moeite mee. Die worden boos. Weer een pluspuntje voor de Nederlander. Het is een beetje een strijd, hè? Wie is de beste binnenlander? Is dat de Nederlander of die Afrikaan al?
En hou rekening met Jeffrey, want dat is een mean mofo, jongen. In de zin van... hou rekening met Jeffrey. Dat is een verschrikkelijke binnenlander. En waar blijven mijn blond, rossige broers die sproeten hebben? En ook een zware lul. In geen velden of wegen te bekennen. Allemaal poesies, man. Nee, wij bakken er helemaal niks van. Hè. Onze wijven zijn fout, jongen. Ja, dat is allemaal onze eigen schuld, hoor. Dat nou... Dus, nou, dan worden ze maar verkracht door Marokkanen. Ze vroegen er zelf. Nee, met Nederlanders heb ik geen medelijden. Je bent geboren in het meest gore stukje van Europa. Kikkerland heet dat ook wel. Van kwak, kwak. Ja, so be it. Dus jij kan overal tegen. Die buitenlanders, die moeten nog een beetje wennen. Beetje kennis maken met meneer de harde werkelijkheid. Dat is een meneer. De harde werkelijkheid is een meneer. Niet een vrouw. So be it. En misschien dat we er tegen kunnen, hoor, dat we het overleven. Dat zou kunnen. Ja, met Jeffrey erbij, die Antilliaan. En dan Frank uit Suriname, dat is ook een binnenlander. Ali uit Turkije, dat is ook een binnenlander. Het zou te doen moeten zijn. Maar het moet gebeuren, ja. Dat wordt heel idioot, hoor. En dat begint in Nederland. Nelson erbij, uit Chili. Wij zetten een concilie op. Wauw. Dan ben ik tot dan toe de enige Nederlander. Maar nog wat Nederlanders erbij, maar op de achtergrond. Geluidstechnici, lichttechnici. Joden erbij. Dat is altijd leuk. Een beetje multicultureel. Wat er nog van over is. Of wat heb je aan een Jood die de Pentateuch niet leest? Ja, ik ga altijd boodschappen doen met de HEMA. Jij ook? Ja, dan ben je alle multiculturalisme ben je kwijt, hè? Een goede vette battle, man. Houd me met die handel. Kijk, zo'n vent als Mark Rutte, die kost ons 100.000 euro per maand. En niet dat hij dat cash in handen krijgt, maar al die mensen daaromheen. Nee, Mark Rutte is echt duur, hoor. 200.000, nee, misschien wel 200.000. Want hij was een secretaresse. En eerste klas vliegen. En dan moet de godganse tijd moet hij weer naar de paus toe. En dan gaat hij dan eerste klas vliegen naar de paus. Ik ben Mark Rutte, ik gehoorzaam. Ik ben kadaver gehoorzaam. Zo heet dat, hè. Ik ben gehoorzaam zoals een dood dier. De paus een beetje zijn handen schudden. En allemaal op onze kosten. Kosten klauwen mijn geld. En dan snap ik wel dat mensen klagen over dat ze zo weinig geld hebben. Ja, vraag je even af waar al die poen naartoe vloeit. En dan Mark Rutte. En al die buitenlanders, maar die kosten ons ook klauwen mijn geld.
Je zou het bedrag eens moeten zien wat wij te goed hebben van het buitenland. Wij hebben van u ontvangen de volgende gasten. Yashir Bukhari. Gearriveerd in 1990. Een uitkering genoten. En onder begeleiding af en toe gewerkt. Hij is overleden en correct netjes begraven op onze kosten. De totale afrekening is... En terug met die poen. Zijn wij het opvangstation? Nee, ik dacht het niet hoor. Tenzij je René Descartes bent. Je bent echt gevlucht. Je bent Nelson. Achille. Die moest weg. Dat was mijn Pinochet, man. Dat zijn binnenlanders. Maar die buitenlanders... Ja, man. Poen terug. Wat denken ze wel niet? Feest vieren in Nederland? Op wie ze kosten? Dat wordt een hele... Het wordt een battle. En die buitenlanders gaan dood. Dat is het erge. Die buitenlanders, die zijn hun land kwijt. Want het zijn geen binnenlanders. Als je een binnenlander bent, dan ben je in het land. Binnenland. Als je buitenlander bent, dan ben je buiten het land. Nou, die gaat dood. Die krijgen lichamelijke problemen. En dankzij die gratis verplichte gezondheidskostenverzekering betalen wij ons de pleuris om die buitenlanders te laten verzorgen. Want hebben ze weer eczeem of whatever, veel te weinig zonlicht, eetstoornissen. Je betaalt je blauw, man. Aan die buitenlanders. Niet allemaal, hè? Want Charles van de Molukken, die kost je geen rol. Ja, die heeft wel een uitkering, maar die heeft een uitstraling. Dat is een ander verhaal. Die man die werkt. Heeft een. Ja, ik geloof in die man. En trouwens, wat zijn familie is aangedaan door de Nederlandse overheid, daarvan zou ik ook zeggen, want Charles, jij hebt recht. En die treinkaping in de jaren 70, slecht uitgevoerd. Dat gaan we beter doen. Die Molukkers, ze moeten je terugkrijgen. Het zijn binnenlanders. Goed hè, dat onderscheid. Ras doet er niet toe. IQ doet er niet toe. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom, ben je waar je bent? Of ben je ergens anders? Dat mag ook. Jeffrey die zei tegen mij, van, ik kan nu hier zijn, ik kan ook daar zijn. Waar ben je? Jeffrey is een binnenlander. En nu jullie nog, voor zover jullie Nederlanders zijn, of je bent Turk of Koert of zo, maar volg Jeffrey. Neem deel en schouw hoe de hele boel hier in Nederland kapot geword houden. Deze rijm was niet zo goed. Houden,
hakken. Er komt Armageddon. Dat wordt niet leuk. Die komt heel langzaam. Ja, dat wordt akelig. Dus heel langzaam gaat het alsmaar vervelender worden. En dan komt er... Fire, to 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 do to 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 fire, to 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 I'm driving in your car. Het grote feest, het Armageddon. De wereldoorlog, eindelijk een keer een wereldoorlog. Al die schijnwereldoorlogen, dat stelt allemaal niks voor me. Hey, er komt een wereldoorlog. Oh, all over the place. Die komt eraan. En wanneer weet ik niet hoor. Het kan 5000 jaar duren. Tijd gaat langzaam. Er komt een wereldoorlog. En die begint vanuit Nederland. Dat is een centraal punt. Duitsland gaat meewerken. België gaat meewerken. Het is afgelopen met die muik. We schaffen Engels af. En Frans ook. Dan mag je kiezen. Wat voor Nederlands wil je spreken? Wil je Haags spreken? Amsterdams? Rotterdams? Wil je Zeeuws-Vlaanders spreken? Brabus, Limburgs, Achterhoeks, Overijssels, Drents, Gunnings, Friesland, Fries dus. Of, ja, dan heb je nog wat kleinere fracties. Het is een meerkeuzemenu. We praten allemaal Nederlands. Inclusief Limburgs. Ja, natuurlijk. Het kan niet anders. Engels is een kuttaal. Duits is overdreven gezeik over naamvallen. Nee. Dat wordt hem nooit. Te ingewikkeld. En Duitsers worden door die ingewikkelde taal ook heel erg slim. En dan winnen ze de hele tijd met voetballen. Die Mannschaft. Ik haat Duitsers, man. Kutvolk. Dat ze winnen met voetballen. Dat vind ik niet aardig. Dat vind ik echt niet leuk. Ja. In 1974 met Johan Cruijff en... Wie was er nog meer bij? Een drie-eenheid was dat. Johan Cruijff en die vent die sigaren zaken. Daarna ging alles goed mee. Ja, dat was voetballen. Ze hebben die Duitsers gewonnen. Jezus, wat een homo's. Ik haat ze. Maar dat maakt niet uit. Ik haat Chinezen ook. Dus, Wat ik ook zo irritant vind aan Duitsers. Hè, en dan het toch hebben over buitenlanders. Hè. Die doen altijd zo aardig. Tjus. Ja, man. Ik ben die tweede helft niet vergeten. Want voor de pauze stonden wij met 1-0 voor. We hebben die Duitsers gewonnen. Naar is dat. Dat heb ik van mijn vriend Wim Kruidentuin vernomen. Dat is ook zo'n leuk bericht. Van ja, die Duitsers hebben onze stijl van voetballen totaal incorporeerd en uitgevoerd wie den Mannschaft. Die Duitsers die gaan met ons idee van het voetballen er vandoor en meppen alsof we niet genoeg vernederd zijn. Ik haat Duitsers. Het allerstomste
kut buitenlanders die er zijn. En nee, niet natuurlijk. Ja. Dat snap je wel, toch? Ik heb Duitsers hoog in het vaandel. En die kunnen wel tegen een wiets. Als het gaat om voetbal. Voor de rest moet je tegen Duitsers niet zeggen. Tegen een Duitser zeg je... Danke für Audi, Mercedes, Porsche, Volkswagen und der DKW. We hebben Duitsers veel te danken. Laat het even gezegd zijn. En mijn bier is op. En ik moet gaan wandelen. Het is ook mooi op een uur, dus... Prima op tijd. Lang leven de buitenlanders. Ik ga naar de Albert Heijn. En daar mag je ook afrekenen in het Engels. Ook als Nederlander, by the way. Ik heb dat netjes gevraagd. Van, mag ik ook in het Engels afrekenen? En die kassier, die zei tegen, die had een hoofddoek. Die zei, ja hoor. Nou, maar zo. Lekker in het Engels. Het was een leuk gesprek. Lekker lachen. Ja, ik vind toch, als je boodschappen gaat doen, dan kan je net zo goed een beetje lachen. Die arme kinderen die daar een beetje de goederen van rechts naar links of links naar rechts lopen te schuiven. Met een hoofddoek. Ik denk dat ik ook een keer bij de Albert Heijn heb gezegd tegen zo'n vrouw. Met een beetje lachen, joh. Ik zei, nou, als jij mijn dochter was geweest, dan was ik meer trots geweest op mezelf. En zij begreep hem. Dat is een binnenlander. Dan weer in het Engels afrekenen. Dan zat er een of andere eendouw. Nee, een indiër of zo. Grappige giboe, zo, in het Engels. Ik weet niet waar het naartoe moet, hoor. Zo, hoe moet je hier uitkomen? Beetje vriendelijk lopen blijven doen? Ja, ik denk het wel. Je moet zelf de binnenlander zijn. Samen met Jeffrey van de Antillen. En Frank. Uit Suriname. En haal die twee gebieden niet door elkaar. Dat je even weet waar de Antillen liggen. Ja, ja, een beetje respect of zo. En wees een binnenlander. Misschien loopt het dan nog goed af. Dat zou kunnen, hoor. Die mogelijkheid die valt niet te ontkennen. Man, wat een slechte wietkrantje heb ik, hè? Ik moet er echt helemaal zo... Ik doe het niet zo vaak, hoor, wietkrunchje. Ik vind het een beetje ja, wijvengedrag of zo. Maar ja, ik heb zo'n ding. Even kijken. Oh, dit is wel beter, ja. Oh, wat een gezellige uitzending is dit, hè? Over buitenlanders. Nee, over Sinterklaas, Zwarte Piet en andere buitenlanders. Het hele gezeik moet over echt totaal voorbij zijn. Wij moeten gaan herkennen wie een binnenlander is. En de rest kan onze rug op. Rot op naar je eigen land. En dat is natuurlijk moeilijk als je dan zo'n buitenlander hebt en die is geboren in Hierugowaard. Daar hebben ze ook van die mooie, slechte stedenbouw. Ja, waar moet hij naartoe? Naar North Dakota? Zo. Dat is een buitenlander. Dat kan, hè? Iemand in Herugowaard die een buitenlander is. Ja, rot op met die klanzaak. Beetje wijvenneuken. Ik hou niet van blondines. Maar... Ja, maar...
dat wordt weer zo grof of zo. Ik moet echt bier hebben. Dat is echt verschrikkelijk dit. Ja. Ik voel die paddenstoelen nog steeds. Wauw. Dat hebben ze in China niet, hè? Die hallucinogene muk. Blijft een tijd in je lichaam, hoor. Nog steeds IPA hired. Ja, ik zeg het maar gewoon. Sorry dat ik gewoon zei. Ik moet bier gaan halen. En dat is mooi over het uur. En weer fijn gehaald over Sinterklaas, Zwarte Piet en andere buitenlanders. En morgen ga jij je naasten lief hebben en je vijanden ook. En voor de rest kan iedereen je rug op. Die zeurneuzen. Iedereen zit te zeiken over Zwarte Piet. Schaf de zeurpiet af. Ik heb niks aan een zeurpiet. Zeurpiet moet verboden worden. En dat betalen we dan. We kopen toch aanstekers, want we blijven doorroken. Desnoods op Mars of zo. Dan blijven we maar smoken. En die aanstekerbelasting. 10% bestrijding der zeurpiet. Hou je bek, homo. Ik kan wel janken. Maar dat ga ik niet doen. Want ik ga naar de Albert Heijn en ik ga bier halen. No reason to cry. Want het is zaterdag. Ja. En het is nog Shabbat. Want de zon is niet ondergegaan. Ja. En morgen moet ik aan het werk. Op de zondag. Hé hey mensen, alsjeblieft, ga een beetje lachen. Dit is anders een tranendal. Wat is dat nou weer voor? Denk een beetje aan Edith Piaf. Van, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ce me bien égal. Non, rien de rien, non. Je ne regrette rien. En dan ben ik hem kwijt. Kom maar. Een mooie compositie. En een goede tekst. Je hebt er ook nergens spijt van. Of wel? Een spijt is voor dieren. Zo'n hond die kan ontzettend spijt hebben. En dan krijgt hij scheid. En dan, oh, ik heb zo'n spijt. Ja, mensen niet, hè? Behalve, ja, van die mensen, die zien eruit als mensen, maar die stammen van de apen af. Dus van de honden. Of van de katten. Naakslakken. Die zijn geëvolueerd. Ze begonnen als, hoe heet dat nou? Een proteïne. Ja. Ze hebben ook een begin nodig. Er was eerst een proteïne. En toen werd er ja, DNA en toen kwam er een celwand. Dan had je eencellig en toen werd het. En dan heb je dan van die verschillende bevolkingsgroepen. En dan eentje de hele populaire is. En jij, wij zijn van de groep van de apen. Ja, met dat soort tuigen moet je echt niks te maken hebben. Chimpansees, dat zijn cannibalisten.
orangutangs, een stelletje luie donders. Een slechte hairdo. Heb je nog gorilla's? Ja, er worden vrouwen, die worden opgewonden van gorilla's. En die, oh, ik wil geneukt worden door een gorilla. Dat is echt zo, hè? Dat snap ik ook niet. Dan heb je nog de bonobo, en die wil de hele dag neuken. En daarom, om ja, mijzelf te laten overleven in deze uitermate droevige maatschappij. Waarin ik heb dus nu al medelijden met buitenlanders. Zowel van een kleurtje als die witte. Ja, hoeveel medelijden kan ik verdragen? Of moet ik ook lid worden van de Satanista? Oh ja, zeg het maar hoor. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik ga snel hobbelen naar de Albert Heijn. En op zijn hamburgers zag ik... Tjus. En dag lieverds.